Inmiddels 2:05, lieve luisteraars. We gaan de uitzending hier voortzetten. En zoals eerder aangekondigd, heb ik vandaag een interview met mevrouw Arti Ramsoudit. En mevrouw Arti Ramsoudit is kandidaat bij de Eerste Kamerverkiezingen dit jaar. En zij staat op plaats nummer 7 op de lijst van de PvdA. Maar zoals uitgelegd, in tegenstelling tot de Tweede Kamer gaat de verkiezing van de Eerste Kamer trapsgewijs. Eerst de Provinciale Statenverkiezingen. En afhankelijk van de stemming bij die verkiezing wordt bepaald hoe dan de zetelverdeling in de Eerste Kamer zal geschieden op basis van aantal zetels van de verschillende politieke partijen die ons land rijk is en het aantal zetels die ze in de Provinciale Staten krijgen. Nou, Arti staat voor de PvdA en op dit moment heeft haar partij, als ik het goed heb, 6 zetels in de Eerste Kamer. Er komt nog een bijkomstigheid, maar dat zal ze ons straks uitleggen, want er is een soort van samenwerking tussen GroenLinks en PvdA, die samen nu 11 zetels zouden hebben in de Eerste Kamer. En hoe die verdeling van die zetels nu bij de verkiezing van de nieuwe Eerste Kamer tussen die twee partijen gaat verlopen, dat kan zij ons beter uitleggen. We gaan haar in de uitzending halen. Mevrouw Arti Ramsoudit, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Goedemiddag en wat fijn om bij u in de uitzending te zijn met uw luisteraars. Leuk. We gaan het hebben over uw kandidatuur voor de Eerste Kamer. U staat op de 7e plaats van de PvdA. En de bedoeling is dat u uiteindelijk gekozen wordt tot lid van de Eerste Kamer. Want dat is uw ambitie, daar gaat u voor. U kijkt er naar uit. Maar laten we beginnen bij het begin, zoals we dat altijd hier met een kandidaat doen. Een stukje introductie van mevrouw Arti Ramsoudit. Want de meeste luisteraars die zullen je waarschijnlijk, ik heb gauw de neiging om te gaan tutoyeren. Tutoyeren is voor mij prima. Ja, kennen je niet. Het is wel goed om iets over jezelf te vertellen, want ik kende je ook niet. Toen ik iemand hoorde dat Arti Ramsoudit inderdaad kandidaat is voor de Eerste Kamer, ben ik gaan googlen en toen kwam ik erachter dat inderdaad er iemand is op deze wereld in Nederland, die heet Arti Ramsoudit, met een indrukwekkende cv. En daarvoor kende ik je niet. En ik denk ook vele luisteraars niet, dus... Beste Arti, zou je iets over jezelf kunnen vertellen? Wie ben je? Wie zijn je ouders? Heb je een gezin? Wat heb je allemaal gedaan? Nou, je zegt datgene wat je wilt zeggen. Je bent niets verplicht, maar het is meer een stukje introductie. Mag ik je het woord geven? Ja, heel graag en dank voor deze gelegenheid. Ik denk dat het ook een stukje cultuur is van mij om niet zichtbaar te zijn of niet heel bewust daarin te investeren. Dus het kan daardoor heel goed... dat jij en de luisteraars mij niet kennen. Maar ik zal beginnen bij het begin, hè? Zoals ze ook wel eens zeggen. Wie is je vader, wie is je moeder? Ja. Ik denk dat ik dan bij mijn Aja en mijn Nana begin. Okay. Mijn Aja was Chotopandit. En hij woonde aan de Tourtonnelaan. Okay. En mijn Nana die was, had een, hoe zeg je dat? Bracht melk rond. Okay. En was van de Patsafari. En mijn ouders, dat zijn Judith het Ramsoudit en... Hilda Ramsoudit. En zij hadden een winkel aan de Tourtonnelaan. Duidelijk. En toen ik een hele kleine baby was van 6 maanden, in het jaar 1975, een belangrijk jaar denk ik voor veel van ons, ben ik met mijn ouders als kleine baby naar Nederland gekomen en zijn mijn ouders helemaal opnieuw hier in Nederland begonnen met hun leven. Ja, 1975 zei je toch? Ja, klopt. Ja, mijn geboortejaar. Ja, het jaar van de onafhankelijkheid van Suriname. Zeker. Ja. Tourtonnelaan is een vrij bekende straat in Suriname. Hè? Wie kent de Tourtonnelaan niet? Nee, maar ook de Tulp, hè? Die staat er volgens mij, de supermarkt Tulp. Die is heel bekend nu, maar recht tegenover staat het ouderlijk huis van mijn... ouders. Nee, van mijn Aja. Of van je Aja. Dat was daarnaast maar het ouderlijk huis van mijn ouders. Ja. Dat is een tijd geleden verkocht. En je Aja was Pandit Ramsoudit. Ja,
En je nana was de melkman? Ja, Gunput. Gunput, oké. Dat zijn mijn, roots. Ja. En bij mijn ouders kwamen naar Nederland en toen woonden we eerst bij familie in. Hè, dat ik net al heel vaak zo ging. Ja. En daarna kochten, omdat mijn ouders, hoe zeg je, dat geld hadden meegenomen uit Suriname, konden ze een huis kopen in Haarlem. In Haarlem, zeg je dat? Ja, in Haarlem. Ja. Want ze hoorden dat daar werk was en zo kwamen ze daar terecht. Ja. Mijn ouders hebben beide gewerkt bij Johannes Enschede. Als je op de briefjes van onze euro's kijkt, dan ziet u daar ook Johannes Enschede waarschijnlijk nog staan. Dat is de gelddrukkerij. Ja. En mijn vader bracht waardepapieren rond. Soms waren het postzegels. En soms was het gewoon geld. Mm-hmm. En mijn moeder die controleerde bankbiljetten. Zo. Dus dat was waar mijn ouders terecht kwamen. Ja. En ja, we hadden het op zich goed. Mm-hmm. En ik had de kans om naar school te gaan. En ik werd ook gestimuleerd door mijn ouders. Je moet wat van het leven maken. Ja. Dat heb ik ook gedaan op heel veel verschillende manieren. Ja, ja, dat is toch wel de wens van alle ouders, hè? Ja, en ik denk van alle ouders die... ik denk dat dat wel onze Hindoestaanse route zijn. Om te zeggen van ja, je kan het. Dus je bent een voorbeeld, je moet er wat van maken. En ben je de oudste in dat gezin van kinderen? Ja, dat heb je dan natuurlijk ook. Hè? Ik ben de oudste. Ik heb twee jongere broers. Ja. Brahma en Nerwin. Brahma Ramsediet is een hele... Hij is eigenlijk meer een artiest. Treedt heel veel op. Is op 8 maart ook bij een uitzending van Holly. Wat Holly voor hem betekent. Okay, ja. Op de tv. Hij is muzikant. Hij is muzikant, maar ook conceptdenker. Ja. Van alles. En Nerwin Ramsediet is echt een ondernemer. Ja. Heeft de ondernemersgeest van mijn ouders. Mooi. En doet heel veel met gemeentes en innovatie. Dus dat is ons gezin. Ja. En ik ben alweer 22 jaar getrouwd met mijn man, Ron. En we hebben een zoontje, die heet Suris. En Suris is enig kind. En toen hij een jaar of 4 was, hadden we zoiets van... Nou, we hebben ook wel ruimte om een kindje dat minder heeft een plekje te geven. Dus toen hadden we Allergie. Die kwam om het weekend bij ons en nu gaat het gewoon weer prima bij haar thuis. Dus nu komt ze niet meer langs, maar hebben we nog wel contact. Ja, ja. Oké, okay, perfect. Even kijken. Je zei zelf van je hebt alle ruimte van je ouders gekregen om iets van het leven te maken. Door te beginnen met studeren, hè, want daar begint het bij. En wat heb je gedaan aan studie? Ik kan makkelijk leren, dus ja. Dat heb ik benut. Ik heb bestuurskunde gedaan in Enschede, Universiteit Twente. Ja. Ik heb rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. En ik ben gepromoveerd bij Ruben Goricheren. Ik denk voor iedereen wel een bekende naam. Ja. Professor Ruben Goricheren. Ja. Aan de Universiteit Tilburg. Op het opmerkzaam handelen van politieprofessionals. Okay. Dus dat zijn de drie studies. En ik heb tijdens mijn studie ook in China een tijdje gezeten. In Nieuw-Zeeland en in Engeland. En dat deed ik doordat ik hard werkte naast mijn studie. En dan was er geld om ook studiereizen te maken of te organiseren. Ja. En je hebt nog een werkzame leven, hè, na je studie. Ik zag dat je best wel een indrukwekkende cv hebt met toch wel... functies bij verschillende... Wat vond je het meest indrukwekkend? Want ik voor mij is het gewoon mijn werk, maar ik vind het wel mooi hoe je dat zegt, of je dat zegt, want het is indrukwekkend. Nou ja, ik las dat je ergens in de Raad van Toezicht zit, hè? Ja, klopt. Dat vind ik toch best wel bijzonder voor iemand die op ons lijkt, die op mij lijkt, dat die dan voor zo'n plek gevraagd wordt, en niet voor de eerste de beste bedrijf. Je hebt ook bij... dus dat vond ik wel bijzonder. Je hebt ook, als ambtenaar gewerkt. Ja, dat klopt. Ik ben ooit mee, ja. Ja, je hebt ook in je ambtenarenleven iets gedaan met toetsing van wetgeving. In de Eerste Kamer, klopt dat? Ja, dat klopt ook. Ja. Ik begon mijn loonbaan bij het ministerie van Economische Zaken. Ja, en toen toetste ik ook wetgeving. Ja, dus dat. Maar goed... dat is een beetje fragmentarisch. Geef ons een beetje duidelijk inzicht op hoe dat verlopen is, jouw werkzame leven tot nu toe. Ja, ik denk dat ik toen ik klaar was met studeren, en ik denk dat we dat heel vaak hebben als we geen voorbeelden hebben van mensen die gestudeerd hebben. Ik wist gewoon niet, en nu dan? Ik was zo gericht op, ik moet mijn studie af hebben. En daarna wist ik het niet zo goed. En
Nou, toen ben ik gaan solliciteren en kwam ik eigenlijk bij mijn eerste sollicitatie bij het ministerie van Economische Zaken terecht. Ja. Op het gebied van marktwerking. Dus toen ging het over de elektriciteitswet. Ja. De voorloper van nu allemaal. En dat werd getoetst. En heel toevallig, toen die toetsing in de Eerste Kamer was, zat mijn professor waar ik afgestudeerd was, in Nieuw-Zeeland, zat toen ook in de bankjes beneden. Dus die kwam toen naar boven. Hij was lid van de Eerste Kamer. Ja, Peter Borsma. Ja. Dus iedereen schrok om hem daar te zien. Want hij was opeens tussen de ambtenaren, maar hij kwam eigenlijk zijn oud-student gedag zeggen. En ik merkte toen ik bij de Eerste Kamer zat, dat ik dacht van wauw, ik zit hier, ik kan hierover meedenken. En dat is toen ook wel de aanleiding geweest voor mij om politiek actief te worden. Ja. Dus ik heb het toen met kinderen, met oudermishandeling onder andere, en kindermishandeling en huiselijk geweld bezig gehouden. Maar gewoon meer als lid. Maar mijn loopbaan zelf, ministerie van Economische Zaken, dat vond ik heel interessant, maar ver weg van de praktijk. Ja. Ik was afgestudeerd bij de politie. Dus toen heb ik voor een baan bij de politie gekozen in Gelderland-Midden, bij Max Daniel, commissaris Max Daniel. Dat ging over de lerende organisatie. Hoe zorg je dat mensen beter samenwerken en beter hun werk kunnen doen op straat? Ja. Toen ben ik teruggegaan naar het ministerie. Ministerie van Binnenlandse Zaken heb ik toen weer gewerkt. Ja. Op het gebied van het management development van de politietop. Ja. En toen daarna voor de politie van Kennemerland, dus Haarlem en omgeving, dus de 10 gemeentes om Haarlem heen. Ik werd toen de rechterhand van de korpsbeheerder, dus de burgemeester die dan verantwoordelijk is voor die 10 gemeentes en de veiligheid. Ja. Dus heb ik ook veel geleerd. En toen besloot ik om gemeenteraadslid te worden. En toen kon ik die baan niet meer doen. Want je kan niet de burgemeester advies geven en tegelijkertijd in de gemeenteraad zitten. Maar het is uit de gemeente. Ja, het was dezelfde gemeente. Het was gemeente Haarlem. Ja. En toen ben ik 7 jaar gemeenteraadslid geweest. Ik heb toen gekozen voor een baan als docent aan de Hogeschool van Amsterdam. Tussendoor was ik ook nog organisatieadviseur, maar ik werd ook moeder. Dus dat organisatieadviseur zijn was te heftig met promoveren en gemeenteraadslidmaatschap en het moederschap. Dus ik werd docent. En daarna ben ik ondernemer geworden. Dus ik ben gepromoveerd en ik heb nu een bedrijf dat heel erg veel doet op het gebied van hoe maak je de samenleving beter door te weten wat echt mensen willen en hoe doe je dat anders. Mm-hmm. En ik werk daarvoor samen met partners in India, Bangalore. En ik ben toezichthouder. Dat is inderdaad zo, omdat ik dacht van hoe kan ik toch teruggeven. Ik ben toezichthouder in het basisonderwijs in Zuidoost. In het voortgezet onderwijs in Amsterdam-Zuidoost. Voor Hogeschool Leiden. Mm-hmm. Voor een woningcorporatie, Vidomus. Dat is Delft, Leidschendam, Voorburg, Zoetermeer. En sinds kort ook voor zorg en zekerheid. Maar je komt daar niet makkelijk tussen. Hè? Dus daar ben ik, denk ik, 8 jaar mee bezig geweest. Om 8 jaar geleden om te kijken van hoe kom ik in beeld. En als je eenmaal in beeld bent, dan is het ook makkelijker om voor de volgende functie in beeld te komen. En wat heb je daarvoor moeten doen? Om inderdaad uiteindelijk inderdaad in beeld te komen. Dat je ook op dat niveau toch wel hebt kunnen binnenrollen. Ja, ik denk zekerder worden van wat je zelf inbrengt. Ja. Want je ziet er anders uit dan de meeste mensen aan die tafel. Ja. Ja. Dus je moet ook leren te vertrouwen in wat je zelf kunt. Mm-hmm. En waarom je daar zit. Mm-hmm. En ook, ik heb ontdekt dat je juist binnen het onderwijs makkelijker in die wereld terechtkomt. Mm-hmm. En het onderwijs vind ik ook heel belangrijk. En doordat ik in het onderwijs al toezichthouder was, werd het makkelijker om ook bijvoorbeeld bij een woningcorporatie in beeld te komen. Mm. Maar het is ook belangrijk dat recruiters je kennen voor wie je bent en wat je meebrengt. En ik heb ook altijd gezegd, dat zeggen veel vrouwen met mijn kleur, ik ben geen excuusallochtoon of een excuustruus. Ik kom er voor de inhoud. Mm-hmm. Maar ik neem ook mijn andere bril mee. En die is waardevol. Maar dat is niet het enige wat ik kan. Mijn kleur uitdragen. Want die Jouw kleur neem je mee, zeg je. Die ja, ik neem mijn kleur mee. Ja. En ik word ook gevoed door wat ik zie. En doordat wat ik als kind heb meegemaakt. Ja. Dat kan ik op tafel brengen. Maar dat is het niet alleen. Ja. Die andere bril is voor alles belangrijk, dat je op een andere manier naar dingen kijkt. Wat zijn de levenservaringen dat die extra dimensie geeft van die andere bril? Dat
als je, ja, ik ben door mijn ouders heel erg, ik zeg altijd heel erg sociaal vaardig opgevoed. Ja. En ik denk dat heel veel Hindoestaanse kinderen heel netjes worden opgevoed. Ja. Maar dat betekent dat je niet altijd als eerste je vinger opsteekt. Aha. En dat is wat ik nu geleerd heb, dat je soms ook moet denken, ja, maar ik kan ook gewoon mijn vinger opsteken. Ik hoef niet op te gaan in de massa. Ik heb sinds kort, sinds 2 weken, mijn website uitgebracht. Die heet artiramsri.com. Nou, zou ik 2 jaar geleden niet gedurfd hebben. Gewoon van, waarom zou ik in de picture staan? Maar nu denk ik, ja, ik moet. We zijn iets te bescheiden, zeg je. We zijn opgevoed om niet op te vallen. Ja, gewoon goed je werk doen. Ja. En, hoe zeg je dat? Maneka Bolli, en Maneka Bolli is ook... Maar even, dat snap ik niet. Ik bedoel, om iets te worden, de context van Maneka Bolli. Maneka Bolli komt vaker om de hoek krijgen als een negatieve connotatie is. Ja, maar ook Maneka Bolli als het gaat om Dusser Maneka Bolli. Dus mensen die je niet kennen. Ja. Hoe kijken mensen met... een niet-Hindoestaanse achtergrond. Hoe kijken ze naar iemand die opeens gaat staan? Dus ik gebruik Maneka Bolli ook. Die wil opvallen? Ja. Nee, ja. Hoe ga ik dit uit? Dat je zeg maar... er is altijd wel... mensen vinden altijd wel wat van je. In de negatieve zin? Ja, nou, in allerlei zinnen. Ja, ja. Er is altijd wel iets. En niet alleen binnen onze gemeenschap, maar ook... aan zo'n toezichtstafel of in de gemeenteraad. Mensen hebben altijd een mening. Ja. Maar je daar niet gevoelig voor zijn. Ja. En te denken van, nee, maar wat ik doe, dit is mijn moreel kompas. Dit is wat ik van mijn ouders heb geleerd. Wat juist is of niet juist. Ja. En dit kan ik gewoon vinden. Ja. Ik hoef me niet te verontschuldigen dat ik het vind. Dat is een beetje wat ik bedoel. Snap je? Ja, snap ik. Maar iemand die zich, openstelt voor het publieke domein. Of je nou wit of zwart bent, daar wordt altijd natuurlijk kritisch naar gekeken. Zeker. En heeft altijd men daar een mening over. Zeker. En afhankelijk van wat jij zelf te berde brengt, zal daar een waardeoordeel aan gekoppeld worden. En dat kan 2 kanten op gaan. En dat is helemaal, en daar zeg maar, dat van je af te laten glijden. Zoals zeg maar wel eens zeggen van minister Rutte heeft een teflonpak. Ja. Van joh, dat je weet van nou, maar dit is mijn koers. Tuurlijk luister ik naar mensen. Ja. En ik laat me raken en ik voel en ik ervaar. Ja. Maar ik ga niet, ik ben geen, hoe zeg je dat? Ik ga me niet in allerlei bochten wringen om iedereen te vriend te houden. Ja, ja. Dus dat is de levensles die ik denk ik heb geleerd. Ja. Ja, het gaat bij jou om de inhoud. En jij weet dat waar je ook uiteindelijk aan participeert, dat jij iets positiefs in te brengen hebt. En je hebt vertrouwen in dat je daar ook een toegevoegde waarde hebt in te brengen. Ja, en ook als ik dat twijfel ook mag, dat je het ook wel eens niet kunt weten. En dat het goed is om advies te vragen. Ja. En dat juist... het niet weten ook heel belangrijk is. Want als je denkt dat je alles weet. Ja. Vroeger was ik zo'n, hoe zeg je dat, zo'n ambitieus Hindoestaans meisje dat de wereld ging veroveren. Ja. Ik dacht, op een gegeven moment krijg je vanuit na de Maneka Bolli komt, ik weet het wel. Ja. En na de ik weet het wel komt de wijsheid die je een, nou ja, ik word dit weekend 48. Dan ben je reflectiever. Zeker. Dan denk je, oh ja, je kunt op verschillende manieren naar dit vraagstuk kijken. Je durft je kwetsbaar op te stellen. Ja, zeker. Ja. Dat is natuurlijk een hele, hele belangrijke kenmerk en kwaliteit om inderdaad in het leven toch wel kansen te kunnen pakken. Want vaak doordat we niet assertief zijn en een afwachtende houding aannemen, laten we kansen voorbij gaan. Dat is 1, waardoor we dus niet zichtbaar zijn. Maar is het ook niet zoiets van wij Hindoestanen, we nemen genoegen met, wat we uiteindelijk bereikt hebben, en dat is huisje, boompje, beestje. Ik heb gestudeerd, ik heb een titel en daar kan ik mijn brood mee verdienen en that's it, dat is prima. Ik hoef niet te excelleren, ik hoef de volgende stap niet te maken. Is dat niet, zeg maar, het is geen bescheidenheid, maar veel meer een beetje, toch wel vind ik,
Ja, we nemen genoegen met het beetje dat we hebben. Berusting, zeg maar. Berusting, Berusting. ja, is Ja, dat niet. dalbaat is genoeg, zeg Precies, maar. ja. Ja, ik weet je wat? Ik denk dat het misschien ook komt doordat je niet uitgedaagd wordt. Ja. Of dat iemand niet tegen jou zegt, je kan het. Ja. Ik neem wel eens het voorbeeld, als ik mijn zoon vraag, wat wil je eten? Ja. Dan gaat hij 10 verschillende dingen noemen. En allerlei soorten mogelijkheden. Zijn Ja. hoofd gaat aan. Ik ken ook een meisje dat het moeilijker heeft thuis. En Ja. als ik haar vraag, wat wil je eten? Komt er niks uit haar. Ja. En dan zou je denken, het maakt er niet uit. Maar ze wordt niet aangezet. En als Ja. ik met haar naar de winkel ga en ik zeg, wijs aan wat je wil eten, dan gaat ze aan. Dus ik denk ook dat we misschien dat er mensen zijn, niet alleen nieuw staan, dat er mensen zijn die berusten. Omdat ze niet dat duwtje krijgen om in zichzelf te geloven of nou ja, aangezet te worden, geïnspireerd te worden om ja, groter te groeien. Ja, en heeft het te maken met uit welk nest je voortkomt? Als je bedoel de ontwikkeling van je ouders, de mate waarin zij zelf in het leven kansen hebben gepakt, kansen hebben gecreëerd, kansen hebben opgezocht. Nou, dan ga ik heel voorzichtig zijn. Ik denk niet dat het opleidingsniveau van je ouders ertoe doet, maar de veerkracht die je ouders hebben. En het vertrouwen dat je ouders hebben in wat je kan. Ja. En de steun. Ja. En dat heeft niet met opleiding te maken of de straat waar je in woont of Ja. de grote auto die je hebt of de reizen die je maakt. Maar Ja. echt het vertrouwen, als kleinkind al het vertrouwen hebben van mensen van joh. Je bent het waard om wat van je leven te maken en doe Ja. dat. De uitnodiging ervaren. Ik denk dat dat het is. Dat is wat ik denk. Ja. De meeste mensen die nou ja, de politiek instappen, die doen dat vanuit een bepaalde mate van idealisme. Hè? ja, Gelukkig maar. ja, toch? Wat zijn voor jou zeg maar de speerpunten waarvan jij denkt van dat is waar ik voor ga? Nou, wat ik heel belangrijk vind is Ja. om kansengelijkheid Ja. te versterken Ja. en bestaanszekerheid te vergroten. En dat klinkt als twee hele grote woorden, maar voor mij begint het heel simpel dat nou, ik kan me nog steeds heel druk maken om kinderen die een verkeerd schooladvies krijgen of een schooladvies dat niet recht doet aan wat ze in huis hebben. Dat heb ik vroeger heel vaak van mijn neefjes en nichtjes gehoord. Ja. Mijn broertje had het letterlijk ook, maar mijn moeder was sterk genoeg om daarover in gesprek te gaan op school. En dat is voor mij, onderwijs is daar een hele belangrijke. En hoe kijk je naar iemand? Ook naar iemand die meer kan of minder kan, maar ook waardoor dat komt. Daar ga ik van aanstaan. Ook omdat toen ik klein was, ik in Spangen op de basisschool heb gezeten en in Schiedam mijn hoofd liep. Nou, dat zijn allemaal, nou ja, dat staat bekend als, weet je, negatief, slechte wijken. Zo, ik heb een hele leuke tijd gehad als kind. Maar ik heb daar wel gezien dat het niet zo moet zijn dat je super, super, super slim moet zijn om ergens om verder te kunnen komen. Ik bedoel, ik had er geen last van omdat ik bovengemiddeld bekwaam ben. Ja. Maar dat zou niet zo moeten zijn. Ja. Dus dat vind ik een hele belangrijke. Ja, maar hoe dan in de praktijk die kansengelijkheid versterken? Je hebt het onderwijs als voorbeeld aangestipt. Ja. Kinderen van verschillende, nou ja, talenten, intelligentie, die komen de schooldeur binnen, zitten samen in één klas. En daardoor doordat, en natuurlijk hun culturele, sociaal-economische positie, ja, dat creëert toch wel verschillen in die klas. Ja, maar Wat zou in jouw visie, in jouw beleving daar zeg maar het ja. instrument moeten zijn om die kansengelijkheid te creëren? Ja, ik geloof heel erg in een doorlopende leerlijn. Dat Ja. betekent dat je eigenlijk van 0 tot 12 een totaalpakket aan ontwikkeling biedt voor kinderen. Zodat kinderen kunnen leren, groeien en ontwikkelen. En Ja. dat alle drie dingen hebben ze nodig. En je ziet dat op veel plekken nu met het Integraal Kindcentrum, noemen ze dat. Ja. En ik denk dat dat heel positief is. Want, joh, nou, ik lees ook regelmatig het Financieel Dagblad. Ja.
En dan lees je over bijles, zeg maar de hele bijlesindustrie. Ja. En dat is natuurlijk fijn als je het je kunt permitteren, dat kan, maar dat gat wordt dan wel steeds groter. Hè? Ja. Dus ik vind al heel jong, ja, zorgen dat je kunt leren groeien en ontwikkelen op school of via school, vind ik ontzettend belangrijk. Mm-hmm. En dat, dat heb ik laatst ook heel concreet zo uitgesproken op de strategiedag die we hadden voor de Raad voor Toezicht, waar ik in zit bij een basisschool, een mm-hmm. organisatie met 20 basisscholen. En als je het hebt over de politiek, hè, want dat is denk ik de brug die je ook wil maken. Ja. Je valt weg, kun je wat in je telefoon blijven praten? Ja, ja, sorry. Ja. Is dat zo beter? Ja, zo is beter. Ja, als ik enthousiast ben, ga ik bewegen. En dat is natuurlijk een risico, als ik nu jou niet zie, maar door de telefoon praat. Ja. Nee, maar als het gaat om de politiek, dat het heel belangrijk is dat we de beweging naar een integraal incentrum en een leerlijn van 0 tot 12, dat we dat gaan stimuleren. Want we kunnen hele discussies voeren over... de leerkrachten, het niveau van het onderwijs is ook allemaal waar. Maar beginnen bij het begin, bij wanneer iemand binnenkomt, is ontzettend belangrijk. Ja. Dus dat vind ik, dat is denk ik ook wat je vanuit de politiek kunt stimuleren. Ja, ja. Wat betekent dat voor de inrichting van het onderwijs dan? Ja. Nou, wat wij als een van de standpunten van de Partij van de Arbeid is, hè, alle kinderen verdienen het beste onderwijs. Ja. En wij willen dat de kinderopvangen wordt vervangen door een voorschool. Ja. En dat die voor alle kinderen gratis is. Ja. Zodat het dus niet uitmaakt aan het begin of je het wel of niet kunt betalen. Maar dat het gewoon een recht is om al aan je ontwikkeling, je groei en je groei te werken. Ja. Te kunnen werken als je nog niet 4 bent. Ja, dus dat zeg maar, voordat je zeg maar leerplichtig bent? Ja, dus dat het gedeelte de voorschool, dat die er is voor iedereen. Ja. In plaats van dat het kinderopvang heet en dat je precies. daarvoor betaalt. Ja. En kinderopvang is kinderopvang, maar als je zegt het is een voorschool, dan zit je echt meer in die ontwikkeling van de kinderen. Ja, ja, daar denken deskundigen verschillend over natuurlijk. Hè? Vertel eens. Nou ja, de een ziet dat je... een kind tekort doet als je dat kind te vroeg uit de primaire omgeving weghaalt en dan al naar school stuurt. Omdat dat nog het moment is dat hij heel wat zaken in die primaire omgeving zich eigen zou moeten maken. Mm-hmm. Affectie, noem maar op. En anderen vinden zoals jij dat zegt, het zou gecombineerd kunnen en dat kan alleen maar in het belang zijn voor de ontwikkeling van het kind. Dus die discussie moet nog natuurlijk door deskundigen uitgevochten worden. Ja, volgens mij hebben deskundigen daar verschillende meningen over. Ja. Dan moet je ook kijken wat in de praktijk werkt. Maar als je kijkt naar kansengelijkheid, als je met een bril van kansengelijkheid kijkt naar dit vraagstuk, dan biedt een voorschool kinderen meer mogelijkheden voor de toekomst. Ja. En als je zegt van joh, het gaat om de brede ontwikkeling van een kind die ontelbare mogelijkheden heeft vanuit zijn sociale klasse en het sociaal kapitaal. Ja. Dan zou dat het alternatief, hè, wat jij schetst, ook waar kunnen zijn. Maar ik kijk nu heel erg vanuit die bril van kansengelijkheid. Ja. En een voorschool is geen school. Het is een plek om je te ontwikkelen. Dus het is niet zo dat je eerder moet gaan leren lezen en schrijven. Nee, het gaat om je sociale vaardigheden. Ja. Het gaat om je... Ja. Hoe zeg je dat? Hoe je in je schoenen staat. Hoe je naar jezelf kijkt. Maar ook daar heb je een diversiteit. Hè? Aan kinderen die bij elkaar komen. Waar de een de taal... helemaal niet machtig is, geen woord Nederlands spreken en de ander weer wel. Dat gaat toch ook tegen elkaar opbotsen? Nou, ik weet niet, maar we hebben een half jaar in Bangalore, in India gewoond. Ja. Mijn zoon was 6. Ja. En hij kwam terecht op school waar ze allemaal Engels spraken. En hij sprak geen woord Engels. Ja. En precies in die leeftijd, hij zat zeg maar, hij was 6, maar we hebben hem naar de voorschool daar gedaan. Ja. Dat hij daar kon meedoen en thuis les kon krijgen. Maar ik merkte dat hij zich heel goed kon aanpassen. Ik denk dat kinderen op een andere manier met elkaar communiceren en daar heel veel van leren. Dus ik ben niet zo bang voor die verschillen. Ik vind, nee, dat zeg ik even oprecht. Ja. Ik denk dat dat juist kinderen rijker maakt. Ja. Het heeft mij enorm verrijkt, pas veel later, toen ik in het klasje van Ruben Goricheren zat. Ja.
om al die verschillende culturen mee te maken die onderdeel waren van het klasje of de klasjes van Ruben. Ja. En dat verrijkt. Jij maakt de stap naar de Eerste Kamer, hè? Je bent gemeenteraadslid in Haarlem geweest. Ja. Je zou verwachten van dat iemand met ambities en vooral met een bepaalde mate van idealisme, dat die toch wel in het politieke arena, juist daar waar allerlei beslissingen worden genomen over belangrijke vraagstukken, en dan niet in de marges getoetst wordt, want dat is de Eerste Kamer. Denk jij, hè, dat het in de marge toetsen is. Maar waar feitelijk toch wel het debat op zijn heetst gevoerd wordt over bijvoorbeeld zaken die betrekking hebben op wonen, werk, gezondheid en veiligheid. Dat je daarvoor zou kiezen. Waarom sla je die Tweede Kamer over? Ik denk dat die te veel onderhevig is aan de gekte van de media. En dat is niet mijn spel. Even de gekte van de media? Ik denk dat zeg maar wel op dit moment met alle internetmogelijkheden, social media mogelijkheden die we hebben. Ja. De media te dicht op de politiek zit. Ja. Waardoor er niet misschien onvoldoende rust is om zaken goed uit te denken en met elkaar van gedachten te wisselen. Mm-hmm. In de manier waarop ik de dingen graag doe. Ja, ja. Ik ben gepromoveerd omdat ik heel analytisch ben en heel graag nadenk van, is dit nu de beste keuze? Hebben we alles afgewogen? En ik ben jurist, dus daar zit ook dat toetsingsverhaal. Ja. En ik ben als profiel veel meer iemand die heel goed nadenkt over het waarom en het hoe. En is er een bias als het gaat om kansengelijkheid of bestaanszekerheid? Welke vragen moeten we stellen, zodat straks in de memorie van toelichting het zo uitgelegd is dat het niet verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Mm-hmm. En dat zeg ik omdat ik gemeenteraadslid was. Ja. Ten tijde van de participatiewet. En wij kregen die, de algemene wet. En er werd dan een specifieke regeling op gemeenteniveau. Nou, daar zaten allemaal afwegingen in. Waar wij dan over moesten nadenken, tuurlijk. Maar waar je wel van afvroeg van, hé, maar hoe is daar eerder over nagedacht? Mm-hmm. Bijvoorbeeld de verhuisplicht, om een mijntje te noemen. Of de kostendelersnorm. Ja, als je kinderen had die nog in huis woonden en geld verdienden. Of als je samen een woning deelde. Denk ik van ja, dat ze, doordat ik hopelijk nog veel contacten heb in die praktijk, hoop ik de juiste vragen te kunnen stellen. Zodat als die wet er is, hè, uiteindelijk, en als die wordt vastgesteld, die zo wordt vastgesteld dat die de bestaanszekerheid en de kansengelijkheid vergroot in plaats van verkleint. Om een heel concreet voorbeeld te noemen. Ik ben heel blij dat Agnes Jongerius ervoor heeft gezorgd binnen Europa dat het minimumloon naar 14 euro per uur is. Hè? Mm-hmm. En dat dat nu door de Kamer verder wordt opgepakt. Maar er zit ook nog een ander stukje. En dat is, hoe zorg je dat als je fulltime werkt, dat je ook naar dat werk, het aantal uren dat je werkt, wordt beloond. Er zit soms wel 10% verschil tussen. Doordat wij in de Eerste Kamer kunnen zeggen, dit vinden we belangrijk. Neem even een hamer hier en ik sla op de tafel, wordt het een besluit. Ja. En dat is waar ik voor ga. Ja. En dat is waarvan ik denk van ja, ik hoor thuis eerder in de Eerste Kamer dan in de Tweede Kamer. Ja, zeg je daarmee van het werk van de Tweede Kamer wil je graag getoetst hebben? In de zin van in hoeverre dat datgene wat beoogd is met die wet in de praktijk ook doelen zal verwezenlijken. Ja, dat zeg je heel mooi. Dat vat je heel mooi samen. En dan niet alleen de doelen zal verwezenlijken, maar dat we ook even scherp kijken op zorgt die wet voor ongelijke behandeling, discriminatie. Mm-hmm. Er is pas een advies door een aantal Eerste Kamerleden daarover uitgebracht. Maar ik zou eigenlijk ook toe willen naar een soort toets op kansengelijkheid. Komt de kansengelijkheid in het geding door deze wet? Of wordt die juist versterkt? Mm-hmm. Wordt bestaanszekerheid komt in het geding of wordt die juist versterkt? Want soms gaat een wet er wel over zonder dat je het ziet. Ja. Bijvoorbeeld de manier waarop we nu met de energie omgaan. Mm-hmm. Of het feit dat mensen terug kunnen verdienen als ze zonnepanelen hebben. Mm-hmm. Je kan terugverdienen. Ik bedoel, ik heb een koophuis, we hebben zonnepanelen, we hebben een lage rekening. Heb je een huurhuis,
Ja, dan kan je wel een stukje terugverdienen, maar dat is allemaal een stuk ingewikkelder. Dan moet je met elkaar samen moet je dat doen. En, nou, veel lastiger. Ja. Terwijl het eigenlijk oneerlijk of ongelijk is. Ja. Wat zijn de issues die op dit moment spelen, die nou ja, op de tafel van de Eerste Kamer liggen, waarvan jij denkt van nou, was ik maar daar, dan had ik ook mijn bijdrage kunnen leveren? Nou, ik denk dat, hoe gaan we om met minimumloon, mm-hmm. Daar hebben we het net iets ja. over gezegd. Ja. Maar hoe gaan we ook om met, ja, nu ga ik iets heel lastigs zeggen. Blijf je de telefoon praten als je wil? Ja, heel ja. goed dat ja. je me eraan herinnert. Ja. En het zit nu nog niet in de Kamer, maar ik denk dat het binnenkort komt. Ja. Er komt een nieuwe wet aan die gaat over hoe kunnen burgers zelf of bewoners de overheid uitdagen. En daarmee bedoelen ze van als de overheid een plan heeft voor waar jij woont, mm-hmm. hoe kan je met een beter plan komen? En dat op die manier doen dat iedereen daaraan kan meedoen om zeg maar elkaar uit te dagen. Dat vind ik heel belangrijk, want ik vind heel vaak dat plannen worden bedacht aan tafel, ja. zonder dat de mensen aan tafel zitten om wie het gaat. Ja, maar we hebben toch nu zoiets als dat burgers inspraakrechten hebben bij bepaalde beleidsvoornemens ja. die hen direct raken. Ja, maar inspraak is als het al opgeschreven is. Ja, en je wil, oké. Okay. Ik wil dat wij het als burgers ook kunnen gaan opschrijven. Ja. En okay. dat is een heel grote verschil. Ja. Want als je zelf gaat opschrijven, ja. dan ben jij aan zet. Ja. Maar, en dan doet de overheid mee. En anders doe jij mee met de overheid. Ja, maar overschat je de burger dan niet een beetje? Bedoel, nee, echt niet. Het beleid wordt gemaakt door superdeskundige beleidsmakers. Hè? Bedoel, wat in de Kamer uiteindelijk eruit komt en bij jullie komt, dat is niet door de Kamerleden geschreven. Dat zijn de superintelligente ja. ambtenaren die wetten maken. Zeker, ik heb heel veel respect voor ze. Ja. Ik ben er ook heel lang, jaar of 15, ja. onderdeel van. En dan moet een burger zeg maar, daar tegenover met een tegenvoorstel komen. Ik denk dat er bepaalde onderwerpen zijn. Ja. Bijvoorbeeld als het de toekomst van kinderen aangaat. Ja. Of de manier waar je van de openbare ruimte ja. een gebruiksruimte voor iedereen wil maken. Ja. Dat burgers soms beter weten wat zou kunnen helpen. Ja. En daar kunnen ze ook in ondersteund worden door ambtenaren. Is iets zo vaak ook bij die Right to Challenge of de ja. burgerberaden. Dat juist ja. die ambtenaren meedenken en ja. erbij zijn. Ja. Maar als jij eerder aan zet bent. Ja. Inspraak is zeg maar, Sapkooi, iedereen heeft er al over gepraat. Ja. We weten het al. Het is nog net niet in, zeg maar, het is nog net niet, het boekje is nog net niet gedrukt. Mm-hmm. En dan mag je er ook nog wat van vinden. Mm-hmm. Ik chargeer niet heel erg. Nee, nee. Maar ik heb wel eens meegemaakt dat inspraak toch wel geleid heeft tot, of zeg maar terugdraaien van voorgenomen besluit, dan wel behoorlijk amendementen met wijzigingen. Zeker, ja. zeker. Dus, het is ook ja. een goed middel, maar ik denk als je meer wilt, ja. ik denk dat het in heel veel gevallen een goed middel is. Ja. Dus ik wil het niet afkraken, maar nee. wat ik wil zeggen ja. is, het zou mooi zijn als er meer is dan dat. Ja, ja. En dat is iets anders dan een referendum. Dat burgers. Ja, dat is, ja. Ja. Dat is, het is meer op onderwerp dat ja. in de wet gaat staan, dat ja. elk orgaan, ja. de burger bij elk orgaan dat besluiten neemt, ja. zelf ook tot initiatief kan komen. Ik bedoel, we hebben in de gemeente heb je een heel stroperig traject, dat heet een initiatiefvoorstel, of dat burgers iets ja. recht ja. Maar wat er nu is dat men het minder stroperig ja. wil maken. En dan denk ik, nou, dat lijkt me heel gezond om dat ook te hebben. Ja. Artie, we wonen, werken, leven in Nederland, hè? Mm-hmm. En ik denk dat veel mensen, ook jij, je op dat punt gelukkig prijzen dat je in Nederland woont. Anders moet je het natuurlijk ontkennen. Wat zijn de waarden die jij in dit land heel erg prominent toch wel over de samenleving de mogelijkheid biedt om als burger van dit land toch wel goed te kunnen functioneren en waar jij toch wel heel veel waardering voor hebt. Wat zijn de waarden die jij koestert in dit land? Wat een mooie vraag. Ja. Ik denk de eerste is solidariteit. Mm-hmm. Dus dat je
er samen bent, voor elkaar, met elkaar. Ja. En dat we als mensen niet meer kunnen werken of arbeidsongeschikt raken, ja. of tijdelijk een dat we een sociaal stelsel hebben, bedoel je dat? Ja, ja dat vind ik het grootste cadeau wat we met elkaar hebben. En dat we ook, waar we zuinig op moeten zijn. Hè? Ja. Dus als er fraude is, moet je dat voorkomen. Omdat je juist zuinig moet zijn op dat je dat met elkaar hebt. En een andere is de mogelijkheid tot verheffing. En verheffing bedoel ik niet dat je in status kan stijgen. Ja. Maar dat je de mogelijkheid hebt en je kinderen de mogelijkheid hebben om jezelf te ontwikkelen. Ik heb meegemaakt dat vrienden zeiden van ja, we verhuizen binnen Engeland, anders komen we in een postcodegebied waar het onderwijs slecht is. Mm-hmm. In Nederland is er wel een soort basisniveau van onderwijs. Je kunt heel veel zeggen over het onderwijs en het tekort van leraren, maar dat je echt gewoon gaat verhuizen omdat je anders in een gebied terechtkomt waar het onderwijs gewoon echt niet goed is, mm-hmm. denk ik van goh. En dat ik en zoveel anderen de mogelijkheid hebben gehad om te studeren, mm-hmm. zonder dat daar, zoals in India, dat het een soort, ja, toch wel het recht is van de sterkste, of je bent een zeer, 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 zeer excellent en je bent de 0,001% die dan een beurs krijgt. Ja. Of je ouders zijn super, super gefortuneerd dat ze dat je dat kunnen voorloven. Ja. En dat alle universiteiten ook een niveau hebben dat je zegt van, of alle hogescholen, dat dat kan. Dus ik denk dat die twee, solidariteit en verheffing, dat ik die heel, en veiligheid. Ja. Dat die ook, ja, absoluut. Ik moet ook opeens denken aan de plekken waar ik in mijn leven geweest ben en waar ik als vrouw, maar met taxi moest verplaatsen of dat ik met mijn man moest lopen. Ja. En dat ik dacht van tjoe. Of ik vind het ook altijd moeilijk zelf. Het doet me pijn dat als ik in Suriname ben, dat je soms plekken hebt, veel huizen hebt met hekken. Ja. Dat doet me gewoon pijn. Ik vind, joh, waarom kunnen we dit? Ja. Ik vind dat veiligheid dat behoorlijk onder druk staat, hè? Zeker. Ja. En dan denk ik van, het is een. Ik ervaar dat ook als een recht. Ja. Ja, als een waarde. Ja. Een voorrecht bedoel ik, ja. En ik hoor vaak politici roepen hoe belangrijk het is dat we in dit land de vrijheid om te kunnen zeggen wat we willen. Is dat ook iets waarvan je zegt van nou, dat vind ik ook een van de belangrijke waarden die wij hier in Nederland zeker hebben, die we moeten koesteren? Ja, dan denk ik meer aan het democratisch stelsel dat we hebben. Ja. Zodat we onze stem kunnen laten horen en kunnen stemmen. En van mening kunnen verschillen. Ja. Maar daar zit ook een grens aan. Ja. Vind ik zelf, hè. Wanneer je een ander kwetst. Ja. Ik bedoel, het feit dat het Hoge Rechtshof bij etnisch profileren heeft gezegd van joh, dat kan niet. Nee. Hè? Ja. Dat vind ik. Weet je, dat je het recht hebt om je stem te verheffen en ook gelijk te krijgen. Dat vind ik heel waardevol. Ja. Absoluut. Ja, dat we dat zeg maar. De grondrechten goed beschermd zijn in het bestuursvorm dat we hier hebben. Waarbij de machten duidelijk goed gescheiden zijn. En dat voor alle drie machten toch wel afzonderlijk, zonder dat de een treedt in de bevoegdheid van de ander, ze elkaar respecteren. Ja, toch? De trias. Dat is voor mij zo'n vanzelfsprekendheid. Ja. Dat je het eigenlijk zegt, dat is eigenlijk een heel erg onderliggende waarde. Ja. Daar heb je absoluut gelijk in. En daarom is het ook belangrijk om van die stem die je hebt, om die stem te benutten, om je te laten, dat is een recht. Om je te laten horen. Ja. Dat is, anders zeg je eigenlijk, kan me schelen, zeggen soms mensen, kan me schelen. Ja, maar dat wil je zelf en je gezin en je dierbaren toch niet aandoen, dat het je niet kan schelen. Precies. Zijn er zaken waaraan je stoort, waarvan je zegt, nou, dat siert Nederland niet? Nou, wat ik moeilijk vind op dit moment in Nederland, is dat veel mensen het vertrouwen in de overheid kwijt lijken te zijn. Ja. Ja. Daar praat ik ook best wel veel over met mensen. Ja. Omdat ik probeer te begrijpen waar het door komt en wat we daaraan kunnen doen. En wat ik ook als politicus daaraan kan doen. Ja. Hoe komt het dat de mensen vertrouwen kwijt zijn geraakt in die overheid? Ligt het aan die overheid of ligt het aan het feit dat de mensen zelf een beetje toch wel weinig hun best doen om die overheid te begrijpen?
Nou, ze zeggen altijd, hè, waar twee kijkijven hebben, twee stof of zo. Maar, ja. ik denk dat waar het aan ligt, is dat de wereld om ons heen, ja, en ook de manier waarop de overheid contact met ons heeft, heel erg veranderd is. Hè. Die digitalisering, ja, is daar een hele belangrijke van. En de veelheid van informatie die op ons afkomt. En dat, ja, je de weg dan niet meer weet. Ik had laatst, het was niet de overheid, maar ik had iets heel simpels. Ik was mijn OV-business chipcard kwijt. Ja. En ik wilde het afzeggen, beëindigen. Want ik had, ja, er twee en ik heb er maar één nodig. Ja. Ik ben naar 5 verschillende balies gestuurd. Ja. Met allemaal hele behulpzame mensen. Maar het was net een vraag die niet in het systeem thuis hoorde. Ja. Ja. En ik denk dat dat dus heel vaak gebeurt met burgers, mensen. Dat je net iets hebt waarbij je of niet precies weet hoe je de vraag moet stellen. Ja. Of de ander niet precies begrijpt wat je bedoelt. Maar ja, en ik denk dat dat een belangrijke bron is voor... Ergernis? Ja, ergernis en ook afbreuk van vertrouwen. Want, ja, je kan 10 keer heel goed geholpen worden. Ja. Maar als je 1 keer niet goed geholpen wordt, dan, ja, dan onthoud je dat. Ja. Ja. Denk, en ik denk ook als mensen... Nou ja, het op een andere op andere gebieden het moeilijk hebben en dan ook nog eens met zo'n overheid te maken hebben. Die, hè, dat noemen ze dan wel van mij, mm-hmm, iemand niet kunnen bereiken. En dan is dat net de druppel, ja, denk ik. Ja. En als je ook vervreemd in je eigen omgeving. Klinkt, ja, heel zwaar wat ik nu zeg, maar ik heb ook onderzoek gedaan in bijvoorbeeld Duindorp, mm-hmm, of in gebieden in Amsterdam, maar ook in de Schilderswijk, in Zoetermeer. Ja, als je daar elkaar niet meer kent, dan voel je je ook niet meer echt veilig. En als je niet veilig voelt, dan wil je dat er voor je gezorgd wordt. Maar dan heb je misschien verwachtingen van de overheid die de overheid niet kan waarmaken, maar waar je met elkaar verantwoordelijk voor bent. Hè? Dat, ja, dat je elkaar kent, dat je je veilig voelt. Ik had vandaag een nieuwe schoonmaakster bij ons thuis, want onze vorige schoonmaakster die is met in verwachting. Ja. En ik zei, ja, ik heb een huis gekregen. Ik heb bij iedereen een briefje toen in de bus gedaan van, ik ben de nieuwe buurvrouw, kom koffie drinken. Toen dacht ik, wauw, ja, wat goed van haar. Ja. Het is heel simpel, maar zo werkt het wel. Ja, super. Jij bent nogmaals Artie Ramsoudit en je staat op de lijst van de PvdA, voor de Eerste Kamer, Artie. De PvdA heb je niet zomaar gekozen. Je had net zo goed kunnen kiezen voor CDA, D66, VVD. Waarom kies je voor de PvdA? Ja, vanwege de A van arbeid. Ja. Omdat ik echt geloof in dat werk de stap is om samen verder te komen. Ja. Kansen op onderwijs, om jezelf te ontwikkelen, om een baan te vinden die bij je past, die betaald wordt op een manier die recht doet aan wat je kan. En ik denk ook wel, misschien ook wel dieper, dat mijn voorouders kwamen net als jouw voorouders naar van Indiana, Suriname, oh, ja, voor een beter leven. Ja. Dat het ook met werk te maken, of werkkansen, of in ieder geval toekomstperspectief. Ja. Hè, vanuit werk toekomstperspectief vinden. Ja. Dat spreekt mij daarom ook, denk ik, heel erg aan. Ja. Van, ja. Vanuit werk toekomstperspectief vinden, ja, en solidair zijn met elkaar. Ja. Dat, ja. Het was ooit een arbeidersbeweging, hè? Ja, het was ooit een arbeidersbeweging. Ja. En dan krijg je dat het heel goed gaat met iedereen die ooit arbeiders was. Ja, dat, ja, die zich ontwikkelt. En dan, ja, is jouw vraag van, ja, passen mensen nog wel bij? Waarschijnlijk. Oh, sorry, ik was je voor. Die vraag krijg ik heel vaak. Nou nee, wat ik wil zeggen is dat inderdaad, het was ooit een arbeidersbeweging. Een partij die stond voor de arbeiders. Voor Jan Beton en ik weet niet wie allemaal nog meer. Of zeg ik nou een verkeerd naam? Maar goed, die Jan heeft plaatsgemaakt voor Mohammed en Ahmed. Maar ook voor meneer Ashwin en meneer Ramcharan. Die, ja, allemaal in de sociaal zwakke wijk wonen. Mm. Waar toch ooit de PvdA toch wel voedingsbodem vond voor electoraat. Hè? En, ja, daar ook zich verdienstelijk voor wilde maken.
opkwam voor die belangen, voor die mensen. Ja, en Den Uyl, hè, ja, erg, mijn ouders waren altijd heel erg van ja, Den Uyl. Hindustanen stemden massaal PvdA vanwege Den Uyl. Ik vond dat trouwens al verkeerd. De Hindustanen die kozen verkeerde reden voor Den Uyl, vind ik. Maar goed, dat is mijn mening. Maar even terug naar die kwestie rondom de arbeiderswegen. Heb je de indruk dat die PvdA, die vroeger inderdaad echt midden tussen de arbeiders stond in de arbeiderswijken, in de sociaal zwakke wijken, dat die PvdA nog terug te vinden is in die wijken, waar nu Ahmed, Mohammed en Ashwin en Ramcharan en weet ik veel wie allemaal wonen. Ja, ik zit te denken, van terug te vinden is, de samenleving zelf is ook veranderd, hè? Want die Ahmed en Erren en die Ramcharan en zo, die wonen ook in de Ypenburg of op allerlei andere plekken of in Almere. Hè? Mensen hebben zelf ook stappen gezet. Ja. En dan is het ook voor de Partij van de Arbeid ook van je bent voor de sociaal zwakkeren, maar ook voor de middeninkomens. Want die middeninkomens moeten ook helpen dat die sociaal zwakkeren, mensen die economisch, mensen zijn niet sociaal zwakker, die het economisch wat moeilijker hebben, ook mee kunnen komen. Hè? Dat ze er ook wat van kunnen maken. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. Ja. En ook, hoe zorg je ervoor dat je voor beide groepen zichtbaar bent en ze bereikt. En ook, ik denk dat dat per gemeente heel erg kan verschillen. Wij zijn hier in Haarlem altijd heel erg actief geweest om de wijk in te gaan en met mensen in gesprek te gaan. Ik weet niet hoe dat in andere steden is. Ik denk dat dat ook... Weet je wat ik denk? Ja. Dat het gewoon enorm verschilt. Omdat ik denk dat in heel veel steden ook lokale politieke partijen zijn opgestaan. Mm-hmm. Die zich misschien juist op die wijken hebben gericht. Je had in Den Haag bijvoorbeeld de partij Mos, die heel groot was. De grootste? Ja. Dus ik denk dat op een gegeven moment mensen zich meer gehoord lijken te voelen door een lokale partij, op gemeenteniveau, hè, dan een landelijke partij. Omdat die landelijke issues soms wat verder weg van mensen staan. Zeker ook als die media de ene keer het ene roept en de andere keer het ander. Ja. Snap je wat ik bedoel? Of ben ik nu heel vaag? Nee, ga verder. Ik snap je wel. Ik kan je volgen. Ja. Dus ik denk als je het hebt over het bereiken van mensen, dat we dat op andere manieren, toch meer op meer andere manieren moeten gaan benutten. Ja. Wat ik altijd deed is dat ik werkgroepjes maakte van mensen die verstand hadden van werk of over werk wilden meedenken of over zorg. Dus dat je niet zegt van joh, stem op mij, maar denk met mij mee. Ja. Want dan komen mensen in beweging. Ja? Anders denken ze, nou zet hier maar het kruisje en dan. Ja, maar was het niet zo dat de nieuwe generatie bestuurders van de PvdA minder binding had met de mensen die in die sociaal zwakke wijken? En dat de bestuurders eerder mensen waren die toch wel behoorlijk sociaal-economisch zich hadden ontwikkeld en ontgroeid waren daar waar ze ooit hun voedingsbodem in vonden. Ja, het is wel interessant dat je dit zo zegt, want het is tegelijkertijd de kracht geweest van de Partij van de Arbeid met andere partijen samen, die ervoor gezorgd heeft dat mensen zoals ik hun... De basissituatie waar ze uitkwamen hebben kunnen ontgroeien. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet meer verbonden zijn aan die basissituatie. Ja. Dat vind ik wel heel belangrijk. Weet je, als ik met mijn familie spreek, of met de moeder van mijn man, als ik met mensen in mijn omgeving spreek, ik heb wel die drie titels, maar ik wil niet zeggen dat ik de wereld niet meer snap. Ja. Maar dat is wel een verantwoordelijkheid die ik heb als politicus. Om dat steeds te blijven doen. Ik heb bijvoorbeeld voorafgaand aan dit gesprek een nicht van mij gebeld die actief is als welzijnswerker in Den Haag en omgeving. Ja. En haar gevraagd van, goh, wat hoor je nu? En ze doet ook veel met de ouderenbonden. Gewoon om te weten van, wat leeft er nu? Waar maken mensen zich zorgen over? Mm-hmm. Maar dat is mijn verantwoordelijkheid om dat te blijven doen. Ja, je probeert toch wel inderdaad initiatieven te nemen, actief informatie te verzamelen om ook binding te hebben met de mensen in de sociaal zwakkere gebieden.
Dat komt ja, maar, ja, ja, zeker. Weet je. En ook als ik was van de week op bij die baan, bij die hijsessie, dan kom ik op zo'n schoolplein. Ja. Met alle kleuren, alle kinderen uit alle windstreken. En dan voel ik echt iets van vroeger. En dat doet mij iets. Dat ik denk van dat ik hier nu de bestuurder met de bestuurder kan meedenken, terwijl ik ooit ook zo'n kind was dat hier rondliep. Dat besef is heel belangrijk, elke dag weer. Waar moet je, dit is jouw eerste stap in de landelijke politiek, lid van de Eerste Kamer. Is er nog altijd nog iets in het achterhoofd, dat wanneer je een aantal jaren daar in de Eerste Kamer hebt gefunctioneerd, dat je wellicht toch wel die stap maakt naar de Tweede Kamer of misschien naar de... Nee, die Tweede Kamer is echt niks voor mij. Echt. Je moet mensen die daar goed in zijn, moet je daar die heftige politieke arena hun werk laten doen. Daar heb ik ontzettend veel respect voor. Ja. Maar het is mij te veel koekoejojo, als ik heel eerlijk ben. En als we kijken naar je politieke toekomst, waar eindigt het? Ja, ik zou het al heel eervol vinden als ik en waardevol dat ik in de Eerste Kamer kom. Ja. En ik ben eigenlijk iemand geweest die dan vanuit daaruit weer gaat denken van hoe kan ik toch waarde toevoegen? Ja, maar als de PvdA weer populair wordt, wat meer stemmen kan trekken, groter wordt dan nu het geval is. Ooit was de PvdA toch wel bestuurder nummer 1 in het land. Ja. Maar we kunnen weer de grootste worden, samen met GroenLinks. Ja, ja. Dat is zeker het geval. Ja, nee, precies. Maar goed, dat stuk hebben we niet besproken, maar dat doen we een andere keer. Is er ook zoiets van, ik wil me wel profileren, dat men toch wel in mij ontdekt dat ik ook bestuurderskwaliteit heb op het landelijk niveau, in de rol van minister of staatssecretaris, zoiets? Ja, ik vind het leuk dat je die vraag stelt, maar als ik heel eerlijk ben, weet ik dat nu nog niet. En wat ik belangrijker vind, is dat mensen hun stem gebruiken en dat ze daardoor ook doorhebben van, als ik bij de Provinciale Staten stem, zo heb ik ook invloed op de Eerste Kamer. Ja. En er is volgens mij nog nooit een Hindoestaan geweest die in de Eerste Kamer gezeten heeft. Dus daarin, dat ik in mijn sari kan verschijnen daar, dat vind ik al een heel mooi moment. En dan als je gekozen bent, ik ga ervan uit dat je hindoe bent van huis uit. Dat klopt, Want je Aja was pandiet, precies. Ja. En dat je dan je belofte of je eet aflegt op de Bhagavad Gita, klopt dat? Nou, ik weet niet of dat kan. Ik weet natuurlijk ik kan dat ik al zeg, nou, dat zal ik dat zeker graag willen doen. Ik weet dat je zegt, dat beloof ik en dat je dat denkbeeldig mag doen. Maar ik wil best de uitdaging aangaan om in plaats van de Bijbel daar de Bhagavad Gita te hebben. Dat lijkt me mooi. Ja, oké. Okay. Arte, even aan de mensen uitleggen. Het is we hebben het even erover gehad. Dat het een getrapte vorm van kiezen wordt. Het begint bij de stemming bij de Provinciale Statenverkiezingen. En het gaat in dit geval voor de impact op het resultaat landelijk. Hè? Voor de PvdA. Als er 15 maart verkiezingen zijn, dan is Zuid-Holland een hele, hele belangrijke provincie. Want daar wonen de meeste mensen. Dus de uitslag in de provincie Zuid-Holland telt meer mee dan de uitslag in de andere provincies als het gaat om het optellen van al die stemmen en dan te kijken, er zitten 75 plekken in de Eerste Kamer. Ja. Hoeveel van die plekken gaat naar de Partij van de Arbeid? Ik zit op plek 7. Ja. We hebben nu 6 plekken. Ja. Dus het is heel spannend of er genoeg mensen gaan stemmen op de Partij van de Arbeid, onder andere in Zuid-Holland, of dat gaat gebeuren. En als mensen het gevoel hebben van, ik gun dit Aartie, omdat ik denk dat zij kan bijdragen aan een beter leven voor iedereen. Ook voor iedere Hindoestaan, maar ook voor iedereen met een... Maakt niet uit welke andere achtergrond, maar er wordt gedacht ook aan wat er nodig is. Dan zijn er 2 mogelijkheden. Je kunt of stemmen op Pauline van der Hoeven. Zij staat op nummer 9. En ze denkt met mij mee over... hoe we nu veel meer aandacht in de provincie Zuid-Holland kunnen krijgen over het verleden dat de provincie heeft met Suriname. Ook als het gaat om contractarbeiders. Ja. En de andere is een lijstduwer, jullie kennen haar. Dat is Sangeeta Peltensingh. Zij staat op nummer 44 en is raadslid in Leidschendam-Voorweg. Ja. Ze is lijstduwer, dus dat betekent,
Ik steun de Partij van de Arbeid. Ik steun deze lijst. Daarom sta ik nummer 44 niet verkiesbaar. Maar als u graag een stem wil uitbrengen op een Hindoestaanse kandidaat. Sommige mensen vinden dat beperkt. Dichterbij staan, dan kan dat ook. Ja, je zegt van Zuid-Holland heeft het meeste gewicht. Vanwege het feit dat er de meeste stemgerechtigden in Zuid-Holland wonen. Ja. Ja, dus het is een stemwaarde. Als u googelt op stemwaarde, dan vind je van alles op Wikipedia. Ja. Hoe zeg maar per provincie wordt gewogen, hoeveel mensen wonen er. Ja. Ja. Hoe zwaar weegt deze taartpunt. Ja. En die taartpunten samen maken, oké, dit is het totaal. Ja. En dat bepaalt wie welke plek krijgt in de Eerste Kamer. En het is uiteindelijk toch wel het aantal statenleden dat de PvdA in Zuid-Holland... Precies. Toch? Ja. Ja. Dus eigenlijk de uitslag van hoeveel statenleden er zijn per provincie... Ja. Hoe meer, hoe beter is het, hè? Ja, precies. Hoe meer kans dat er zoveel mogelijk mensen vanuit de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer komen. En hoeveel statenleden van de PvdA hebben we in Zuid-Holland? Volgens mij op dit moment 4 of 5. Ja. En het is dus heel erg belangrijk om die stem... En zeg maar, Pauline, waar ik het nu net over heb gehad, zij is op dit moment statenlid. Ja. Dus vandaar dat ik... Zij zit ook samen met Reshma Roepraam in de in die commissie over het verleden van... We hebben 19 provincies, hè? Toch? Als je moet ook nog de gemeente Best en Bonaire... Zo, ja, maar even dus de overzeesgebieden niet meegerekend. Ja. Hebben we dus in Nederland, als ik mij niet vergis, 19 provincies. Ja. En Zuid-Holland is daar één van. Ja, maar wel degene met de meeste inwoners. Ja. Dat kan het verschil uitmaken bij de uitslag. Ja, het kan bepalend zijn. Ik zoek terwijl ik met je praat het heel even op hoe het was in 2019. Ja. Toen had je 3,6 miljoen inwoners. In Zuid-Holland. Zuid-Holland, Van de 8, 17 miljoen. Ja, dus ja dat maar... is gewoon... Ja, ja dat is veel. En daarna, wat daarna groot is, is 2,8 miljoen Noord-Holland en 2,5 miljoen Noord-Brabant. Ja, ja, maar uiteindelijk gaat toch wel het aantal stemmen op de PvdA over alle provincies stellen, hè? Ja, absoluut. En naarmate dus er meer op de PvdA gestemd gaat worden landelijk... zal het zetelaantal in de Eerste Kamer bepaald worden. Zeker, ja. Dus Zuid-Holland is wel een belangrijke provincie. Maar goed, maar ik denk dat er voor jou nog een klus ligt in al die andere provincies, of niet? Ja, maar ik ben heel bewust, je kan niet de hele wereld bereiken. Ja, tegenwoordig met social media kun je heel veel doen. Ik doe al heel veel met social media, maar ik vind het ook belangrijk om, hoe wij nu even de tijd hebben om... dat de luisteraars de kans hebben mij persoonlijk te leren kennen, super waardevol. En dan krijgt een stem krijgt ook een gezicht. Ja, en ik denk als mensen meer over mij willen weten, kunnen ze op mijn website kijken, artiramsdiep.com. Daar staat ook in wat ik voor de politiek heb gedaan, maar ook wat ik als toezichthouder doe. Ja. Mensen kunnen als het leuk vinden ook op mijn LinkedIn kijken. En ik zit ook op Instagram, maar ik denk dat ook gewoon dit soort gesprekken... super belangrijk zijn om een gevoel te krijgen bij. Maar ja, mijn zoontje heeft pas het woord deugd geleerd. Okay. Deugd die persoon. Hè? Tenminste vind ik dat die persoon van waarde kan zijn voor wat ik wil dat die er zitten in de politiek. Ja, ja. Ik neem aan dat je ook heel veel in het land komt, mensen opzoekt, plekken, allerlei bijeenkomsten. Om persoonlijk contact te leggen met mensen, zodat ze. Inderdaad, de persoonaard die persoonlijk leren kennen. Zeker, ja. Ja. Ja, dus en je kunt niet overal zijn, maar ik probeer dat wel te doen. Ja. Nou, Artie, de tijd is op. Ik zit 6 minuten over tijd. Want de andere het was een heel mooi gesprek. Ja. Ik heb ervan genoten. Okay, ja, dankjewel. Mooi. Mooie vragen heb je ook steeds gehad. Ja.
Heel veel succes ja, met je campagne. We gaan het volgen. We gaan kijken wat er uiteindelijk uit de bus komt. Even, yes. die samenwerking PvdA GroenLinks, heeft dat impact op de uitkomst van de verkiezing? Of hebben jullie twee afzonderlijke lijsten? Nee, we hebben twee afzonderlijke lijsten en we werken samen. Ja. En het is juist doordat we samenwerken dat we meer, maar even heel plat gezegd, een blok zijn ten opzichte van rechts ook samen de grootste kunnen zijn. Ja. En dus ook echt bepalend zijn nu al, maar nog meer kunnen zijn in welke wetten worden aangenomen en welke wetten niet. En welke kant gaan we op met deze samenleving. Ja. Oké, sociaal voor iedereen. Ja. Sociaal en rechtvaardig en groen. Absoluut. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Fijne avond iedereen die luistert ook. Eens en gelijk. Dan smaak ik eten voor straks. Yes, dank. Dag. Dag. Artie Ramsen doet, lieve mensen, we gaan hier verder, want meneer Salons die wacht op mij. En muziek protesteert. Mujhe ishq hai tujhse meri jaan. Inmiddels 6:12, lieve mensen. En we gaan de uitzending hier voortzetten. Zoals beloofd, een gesprek met meneer Michael Salons. En meneer Michael Salons is een van de vakbondsleiders in Suriname. Ik dacht dat hij ook onderdeel.